Dus, nou, ik weet niet, een uur draaiden ze mijn gezicht naar de spiegel en ik dacht, shit. Geloof het of niet, maar vandaag heb ik een good hair day. Ik heb altijd best wel koppig haar gehad, met een eigen willetje. Maar vandaag gaan we een controle inbrengen. Ik kom uit een arbeidersgezin, wel in armoede opgegroeid. En daarom hadden we ook geen geld om naar de kapper te gaan. Dus mijn moeder deed mijn haar altijd. Ik heb hier een stuk haar van toen ik 7 was. Ik vind het echt zo leuk dat ze het bewaard heeft. En mijn moeder behandelde mijn haar met een zelfgemaakte serum. Dus van olijfolie en kruidnagel. En daarna vlechtte ze mijn haar. En het voelt heel zacht aan. Heel zacht en ook wel dik. En zoals je kunt zien heeft het ook een andere kleur. De eerste keer, of het eerste moment dat ik echt bewust werd van mijn haar, was toen ik ging acteren. Mijn haar is in principe niet heel moeilijk, maar het is niet Europees wit haar, zeg maar. Visagisten die deden ook het haar op de set. Die wisten niet zo goed hoe ze met mijn haar moesten omgaan. Dus dat werd dan vaak gewoon een staart of een knot of gewoon iets lelijks. Dus wat deed ik om het makkelijker te maken voor de mensen om me heen? Ging ik mijn haar met chemische middelen behandelen, zodat het gewoon ja, dood was. En het was makkelijker om met dood haar te werken dan met levend haar. Dus ik kan me nog herinneren dat ik een keer ergens op de Kinkerstraat zat ik in een Surinaamse kapsalon en stond mijn hoofdhuid in de fik. Maar ik dacht alleen maar, oké, ik moet hier even doorheen, want dan, dan heb ik gewoon, weet je wel, gewoon makkelijk haar voor de mensen om me heen. Ik zou dat nu nooit meer doen, echt nooit meer. Maar ik heb er veel voor over gehad. Terugkijkend op al mijn kapsels, is er één kapsel waar ik toen heel erg blij mee was. Maar nu achteraf denk ik nee. En dat is de pony. En die pony heb ik geknipt volgens mij rond mijn 18e. Maar ik had een pony, denk ik, omdat ik ergens achter wilde verschuilen. Ik wilde me verschuilen achter mijn haar en dan ook achter mijn hand. En weet je wel, zo. Ik ging een nieuwe serie doen, Sjoef Sjoef de serie. En ik dacht, ik wil iets nieuws, even iets anders. Mijn toenmalige agent stuurde me naar een kapper. En zij knippen zonder dat je in de spiegel kijkt. Dus, nou, ik weet niet, een uur draaiden ze mijn gezicht naar de spiegel. En ik dacht, shit. En dat is volgens mij voor het eerst dat ik echt heb gehuild. Niet daar op die stoel, maar thuis. En ik kwam thuis en mijn moeder, die zei, Maryam, wat heb je gedaan met je haar? En ik weet het ook niet. Maar ik kon niks meer. Ik kon niks meer met mijn haar doen. Ik ben in 2010 ben ik naar New York gegaan. En ik had toen lang haar met een pony. Ik heb daar de toneelschool gedaan. Off-Broadway theater. En ik heb daar als nanny gewerkt. Ik had daar een roommate, Rocio. Kapster, toevallig. En zij praat over haar alsof ze het heeft over, nou ja, kunst. In mijn laatste jaar in New York heb ik echt een hele grote gave fotoshoot gedaan. Een covershoot. En dan een paar weken later kreeg ik de foto's binnen. Heel erg blij met de foto's in het tijdschrift, maar de cover vond ik echt heel lelijk. Dus ik ging naar Rocio toe, klopte op haar deur en ik zei, girl, you have to cut my hair now. En zij, no, what? No. Yes, you really have to cut my hair. Want ik wilde gewoon niet meer lijken op de persoon op de cover. Ik heb moeten leren dat mijn haar is gewoon haar. En juist te leren accepteren en te werken met het haar wat je hebt gekregen. Het haar wat gewoon naturel uit je hoofd groeit. En dat was voor mij een reis. En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Leren houden van je haar. Hoe het ook uit je hoofd groeit. Nou goed, ik probeer zo min mogelijk te doen met mijn haar. Behalve als ik naar een feestje ga of voor mijn werk. Dan gebruik ik producten die mijn haar zo min mogelijk beschadigen. Ik ben echt ongelooflijk blij met mijn haar. Het voelt zacht, dus ik ben heel blij. En lieve Maryam, Don't mess with your hair. En luister altijd naar je moeder.